De Alpine Stars Calabasas Air is een elegant maar simpel doorwijjasje specifiek ontworpen voor de vrouwelijke motorrijder. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en dit is de review van de Alpine Stars Calabasas Air beschikbaar bij Motorkleding Center. De Calabasas Air is opgebouwd uit een combinatie van textiel en mesh. Het meshmateriaal zorgt ervoor dat de jas goed door kan waaien en dus ideaal geschikt is voor het zomersgebruik. De jas is vrij neutraal in het uiterlijk en daardoor eigenlijk prima te gebruiken op verschillende soorten motoren en is niet per se geschikt voor één type rijder. Doordat de jas is opgebouwd uit een combinatie van mesh en textiel, is de jas goed in slijtvastheid en dus voldoende qua bescherming. Ook is de jas op de ellebogen en schouders nog extra versterkt door middel van een extra patch textiel, waardoor de slijtvastheid hier nog extra verhoogd wordt. Uiteraard is de jas ook voorzien van impactprotectoren. Deze vinden we terug op de schouders en op de ellebogen. Dit zijn de Nucleon Flex protectoren. Het voordeel van deze protectoren is dat ze vrij flexibel zijn, maar wel gewoon level 1 protectie bieden die je dus gewoon kan verwachten van een protector die in de motorjas gestoken wordt. Als we dan doordraaien naar de achterkant van de jas, is ook deze jas voorzien van een pocket. In de pocket kan eventueel een rugprotector gestoken worden. Op het moment dat die erin gestoken wordt, is de jas qua impactprotectie helemaal compleet. Als we dan gaan kijken naar het comfort van de jas, dan zien we rondom de kraag dat die aan de binnenkant is afgewerkt met een zacht stofje. En dit stofje zorgt ervoor dat de jas comfortabel is en ook niet in de nek kan gaan trekken of kan gaan irriteren. De achterkant van de jas is volledig gemaakt van het meshmateriaal, waardoor de ventilatie die aan de voorkant van de jas binnenkomt ook de jas aan de achterkant weer gemakkelijk kan gaan verlaten. Als we terugdraaien naar de zijkant van de jas, dan zien we aan de onderkant een stelband zitten. Die wordt eventueel afgesteld door middel van twee drukknoopjes, waardoor je hem dus strakker of eventueel losser kan zetten. Ook zien we aan de zijkant nog een jeanslus zitten. Die zitten aan weerszijden. En op deze manier kan je de jas eventueel makkelijk aan de jeanslussen van je Kevlar jeans bevestigen. En op deze manier weet je ook dat de jas op zijn plek blijft zitten op het moment dat je dat nodig hebt. Als we dan doordraaien naar de voorkant van de jas, zien we aan weerszijden twee grote steekzakken. Deze worden afgesloten door middel van een ritssluiting. Geen van die zakken die in deze jas te vinden zijn, zijn waterdicht. Dus hou je waardevolle spullen ergens anders. De onderkant van de mouw rondom de pols wordt afgesloten door middel van een drukknoopje. En dit zijn ook weer drukknoopjes die in twee opties te verstellen zijn, waardoor je hem dus strakker of losser kan zetten. En op deze manier zou je ervoor kunnen kiezen handschoenen over de jas, maar eventueel ook onder de jas te kunnen dragen. Als we vervolgens de binnenkant van de jas gaan bekijken en de rits open doen, zien we dat die aan de onderkant nog verstevigd wordt door middel van een extra stukje stof. Dit stukje stof zorgt er tevens voor dat op het moment dat je op de motor zit, de onderkant van de rits de tank van de motor niet kan gaan bekrassen. Als we naar de binnenkant van de jas gaan kijken, zien we dat die volledig is gevoerd met een meshliner. En deze meshliner zorgt ervoor dat er nog voldoende ventilatie ook door de jas heen kan trekken. Maar ook voegt dit toe aan het draagcomfort van de jas, aangezien de binnenkant van de jas niet kan gaan plakken tegen de huid aan. Ook zien we dan nog een steekzak die afgesloten is door middel van een elastieke sluiting. Die vinden we ook weer aan de rechterkant terug. Marjolein is 1,68 meter, weegt zo'n 65 kilo en draagt van de Alpine Stars Calabasas Air maat M. Zoals we kunnen zien sluit de jas netjes aan en is het ook gewoon de juiste maat voor haar. Hou er met textiel ook altijd rekening mee dat de maat eigenlijk direct goed moet zitten, aangezien er verder niet te veel rek meer op zal komen. Vond je deze video nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En ben jij nou benieuwd welke maat van dit product voor jou het beste is? Klik dan op de video hier links. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan ook niet op de subscribe button te klikken. Ik zie je graag terug in een van onze winkels of op onze webshop. Ik ben Oscar en bedankt voor het kijken.